Zeker. Zwant. Amai, dat is mij nogal wat geweest gisteren. We zijn nog langs ter smisse geweest. En zat dat de Frank was. Ja, ik heb hem mooie snurken. Oh. De Waldeck die had zo'n Pools kerstfeest gedaan. Allee, een kerstfeest op zijn Pools. En dat is zonder alcohol. Kun je dat geloven? Nou, komt het dan dat Frank zo zat was? Oh, de Frank. Die wou natuurlijk direct beginnen zuipen van het moment dat we daar binnenkwamen. Hè. En dat mocht dus niet, want dat schijnt in Polen niet te mogen. Daar mogen pas alcohol drinken na de nachtmis. Dus dan zei ik tegen het manneke, je kunt kiezen. Hè. Ofwel ga jij mee naar de nachtmis en dan daarna kun jij zuipen à volonté. Ofwel ga je nu direct naar huis. Maar ja, het was bij de Frank Rabbesnis. Dus die is meegegaan aan de nachtmis. Gat hem moeten zien. Gat hem moeten zien zitten. Gat zijn smoel moeten zien. Daar in die nachtmis. Ja, allee, ja. En daarna is ze er dan effectief ingevlogen, natuurlijk. Hè. En daarmee dat hem nu nog ligt te snurken. Ja, gelukkig dat Florke niet wakker is geworden. Ja. Zeg, Rozeke. Eigenlijk zit ik dat hier allemaal zo'n beetje te vertellen om u wat op te fleuren, maar het heeft precies niet veel effect. Zou je mij dan niet vertellen wat er gebeurd is gisteren? Heb je hem gevonden, je zoon? De Karel, heb je hem gezien? Dag, Leontien. Hé, hey Marie. Bedankt dat je wou langskomen. Ja, het klonk nogal dringend aan de telefoon. Zijn er problemen of zo? Oh, nee, maar de inventaris iemand moeten doen, hè. Zal ik even helpen dan? Hè? Nee. Daarvoor heb ik u niet laten komen. Jij hebt de laatste weken meer dan hard genoeg gewerkt. Geniet nu maar van uw weekse vakantie, want daarna wordt er ook heel wat meer van u verwacht. Voilà, deze wou ik u geven. Wat is dat? Uw 13e maand of eindejaarspremie, hoe dat je het ook wilt noemen. Wauw, Leontine. Dat is een serieuze bonus. Graag. Graag gedaan, hè. Ik had het toch beloofd, hè. En vergeet niet wat ik u gevraagd heb in verband met de verantwoordelijkheid in het bedrijf, hè. Mm-hmm. Maar daar hebben we het later nog wel eens over. Oké. Zeg, Marie, heb jij soms nog een beetje tijd over? Zullen we samen ergens gaan eten? Ik ken een klein restaurant waar ik altijd nog een tafeltje kan krijgen. Ik vrees dat dat niet zal gaan. Ik ben uitgenodigd bij Jenny en Dre. Tuurlijk, ja. Kerstmis is en blijft natuurlijk nog altijd een familiefeest, hè. Heb jij iets te doen met Oud en Nieuw? Of moet je dan ook naar Jenny en Dre? Nee, wel naar mijn andere papa. Twee papa's? Amai. Het kan niet op. Ik heb altijd gedacht dat de schuld uitsluitend bij Vivian lag. Maar zoals Karel gisteravond tegen mij tekeer ging... Amai. Ja, je wilt dat niet zien, hè? Mijn kind, schoonkind, denk je maar. Hè?
Als ik nu zo dat verhaal hoor van u en Rogerke, dan komt mij dat zo precies voor dat je Karel toch meer openstaat voor u dan voor zijn eigen vrouw. Misschien wel, maar ik heb nog altijd geen telefoon gehad. Ja, maar daar is het nog niet te laat voor, hè. Als je mij vertelt dat de Karel toch wat aangedaan was. Ja, maar ja, dat is wat ik ervan denk. Als ik hem zo zag kijken toen ik wegging. Maar misschien is het niet zo. Ik weet het niet. Misschien wil ik het wel zo. Weet je wat? Misschien heeft hij wel willen bellen, maar heeft hem niet gedurfd, hè? Omdat hem onder de sloef ligt bij die Vivian. Dat is waar. Dat is heel juist. Ja, want ik heb er gisteravond niks kunnen over zeggen. Nee, ik was op het punt hem te vertellen over die operatie. Ja. Ik wou eraan beginnen, maar toen kwam Vivian binnen en dan... Toen kwam die geldkwestie weer naar boven. Voilà. Oh. En toen dacht ik, je trekt geen hoop maar uw plan. Oh. Nou, misschien had ik het wel moeten zeggen. Ik weet het niet. Nee, Roger, ik denk dat je daar goed aan gedaan hebt door niks te zeggen. Zo met uw miserie te koop lopen in de hoop dat de Karel dan toch... Allee, ja, nee. Het is goed dat je niks gezegd hebt. Weet je wat? We spreken dat gewoon af. Dus wij gaan met nieuwjaaravond samen uit, oké? Okay? Echt uitgaan? Oh, ik weet niet, maar in mijn toestand haal ik misschien zelfs 12 uur niet. Op nieuwjaarsdag dan? Oh, nee, zeg, laat maar. Je moet u voor mij niet in allerlei bochten gaan wringen. Ik trek mijn plan wel. Trouwens, echt alleen ben ik nu ook niet. Hè? Nee, dat is waar. En hoe is het? Heb je het al voelen bewegen? Af en toe, ja. Dat kriebelt zo'n beetje. Precies of er zit een spinnetje in je buik. Och, Marie, dat kindje zal veel goed maken. Maar ja, het is er nog niet. Dus ik zal deze kerstmis nog alleen moeten zien door te komen. En werken is een heel goede remedie. Ja, maar je moet wel genoeg rusten ook. Dat weet ik. Maar ja, zolang ik hier ben, kan ik niet beginnen piekeren. En ik heb mijn kerstdiner, mijn champagne. Ik heb alles wat ik nodig heb. Maar volgend jaar gaat het echt kunnen vieren, hè? Samen met je kindje. Heb je daar eigenlijk al iets van tegen ons moe verteld? Nee. Maar het heeft toch geen zin als ze niet komen. Het is maar goed dat ik het niet gezegd heb. Want ze komen niet. Het is misschien wel best zo. Dat meende niet. Dan ben ik wel. Maar nee, Roger, anders zou jij hier niet zitten zo vlak naast een telefoon. Je zit hier anders nooit. Ja, dat is waar. Weet je, vlak voor je binnenkwam, toen zat ik hier wat te denken aan vroeger. Hoe dat Karel op mijn schoot zat, zoals Frankietje nu. En dan zat ik te denken hoe alles toch eens kunnen mislopen. Hm. En toch blijf je hopen, hè. Als je kinderen graag ziet, dan blijft je hopen. Wat ze ook doen, of niet doen, of misdoen. Och, Karel die zal dat ook wel aangevoeld hebben, hoe dat jij je voelde. Als ineens, na al die jaren, zo patsboem ineens je vader voor je neus staat, dan moet je toch doen nadenken. Ik weet het niet. Allee, zou hem dan niet... Al is het maar voor ene keer, hè. Zo misschien eens even tegen zijn vrouw ingaan. Het is daarom dat ik hier zit, hè? In die zetel, naast de telefoon. Wacht. Ik heb iets licht klaargemaakt, hè, want na gisteravond. Amai, dat was dik in orde, hè. Ja, maar vooral veel, hè. Zeg, maar ik wist niet dat Poolse keuken zo lekker kon zijn. Werner, jij als chef, jij hebt iets gemist. Hè? Ja, ik heb het gehoord. Allee, niet dat mij veel kon schelen, hè, want ik kon toch niet slapen. Allee, santé. Ja, de Waldeck was wel in vorm. Hè? Allee, maar iedereen eigenlijk. Ja, iedereen, hè. Ja, die Uri heeft zich heel flink gedragen. Ja. Hij had veel aantrek, vond ik. Ja. Oh, dat is Sofieke, ja. Allee, Uri. Ja, zeg, dat was erg, hè, zo'n puberkje. Ja, soort zoekt soort, hè. Oh. Wel, Moeke, je hebt je eigen weer overtroffen, hè. Ja. Met het eten aan de kerst. Ja, het is goed. Maar
Bij mij zou dat toch niet zo'n traditioneel feestmenu van de boeren buiten zijn geweest. Om op. Het is toch dan zeker zijn lievelingseten. Ja, maar allee. Ja, ik wil alleen maar zeggen dat ik iets anders zou gereed gemaakt hebben. Nee. Het is heel goed, moe. Het is heel goed. Alleen spijtig dat ik er nog niks van proef. Nou, een vodka van de Waldek. Manneke. Dat is de zuiverste drank van heel wereld. Ah, wel merci. Kom, hoe, geef me nog maar een stukje. Want dan rook ik die vieze smok van die vodka wat kwijt. Is dat alles? Het is een hele vieze smok. Ja, begint daar allemaal mee. Voor wat? Zijn de vent gelijk als kiek? Jij bent al veel te dik. Altijd maar eten en drinken en ja, nee, het is goed zo. En erbij, ja, dan heb je het weer omhoog en dan heb ik er weer gedaan. Te dik. Door, ze zal iets wat zeggen. Kom, geef me nog maar een kroketje. Allee, dag Jannike. Kom binnen. Dag Marie, dag Willy, dag Marianne. Oh, zeg, dat ruikt hier fantastisch. Maar ja, kan ook niet anders, hè. Met de kookkunsten van Jenny. Merci. Ja, wie hier zijn voeten onder tafel steekt, die gaat hier nooit meer buiten. Oeh. Dan zult je mij moeten buitensmijten, hè, Dreek. Jij gaat hier niet buiten vooraleer al uw eten opgeven is. Alsjeblieft. Maar dat is niet voor u, dat snapt je wel, hè? Ja, dat snap ik, ja. Maar ik zal dat met veel plezier uitschenken als gastheer, natuurlijk. Mm. Kom, ga erbij zitten, zet. Maak het nu gemakkelijk. Marieke, zet nu naast mij. Zeg, dat zal best maken. Lekker. Zeg, hé, Dree, je gaat Jenny toch niet de ganse avond laten draven, hè? En waarom niet? Het is hier toch een manege, hè? Hè? Ja, bom. Ja, dat is mijn eerste poging, hè. Beetje mislukt, zeker. Nee, maar we zullen doorgaan, hè. Niet versagen. Dree, jij doet zo dravend. Ja, vind je? Ja. Eigenlijk was de bedoeling om een grapje te maken. Maar ja, dat is wat ik mij vandaag heb voorgenomen. En niet alleen vandaag, maar ook de volgende dagen, de volgende weken, de maanden, de jaren. Le nouveau Dree, messieurs, dames, est arrivé. Ja, gedaan met die van die serieuze pieten allemaal, van die ernstige doktoren allemaal. Nee. Vandaag wil ik het leven een beetje luchtiger en een beetje zwieriger aanpakken. Is niet waar, Jenny? Ja, maar zweet maar niet hard of we beginnen de hapjes van de grond eten. Nee, vanaf vandaag brengt Dree leven in de brouwerij. Ja, en als ex-grootverbruiker van alles wat met brouwerij te maken heeft, zal mij dat toch niet zo moeilijk vallen, denk ik. Is ja. Dank je, Jenny. En prettig kerstfeest voor u ook. Hè. Ja, dat is waar. Dat moet je kunnen. Zeg, Jenny, et moi? Oh, Marianneke, maar mijn kind toch? Nee, maar dat je een beetje van je melk zei, omdat een Dree de Dree niet meer is. Maar toch. Nee. Ja, en kunt je dat van dat baasje van 94 jaar en dat manamke van 92? Simanneke, wil jij het vlees in de groenten in de keuken zetten? Daar is het minder warm. Oeh, hey. En dat is het nog niet gedaan, hè? Ja, jij hebt gedaan, Frank. Oeh, gedaan, wat? Het is gelijk dat ons moe zegt, jij bent al veel te vet. Ja. Simanneke Baks zorgt nu, als ik zelfs op deze dagen niet mag eten. Ik moet toch niet meer jonger van tafel? Mijn jonger van tafel, zit je zot? Allee, het is goed, maar dan wil ik straks taart, hè. Zo'n stuk, wat zeg ik? Zo'n galet, hè. Zo'n galet. Mannekes, dat kan niet. Hoe, dat kan niet? Waarom, dat kan niet? Er is geen taart. Geen bus, met deze dagen ook? Nee, niks. Geen bus, geen taart, niks anders ook niet. Het is al goed. Ze was slecht, ik heb ervan geproefd. Oh, wat wil je dat niet meer zeggen? In de vuilbak gegooid. In de vuilbak? Waarom? In de vuilbak. Het was zuur, die crème beurre, die was zuur. En ja, kan ik toch ook niet ondoen. Hoe kun je dan nu weten dat die crème beurre zuur was? Ik heb geproefd. En voordat je het wist, was er geen bus. Helemaal verschwonden. Futsie.
Onnozeler. Hé, hoe kan dat nu? Die kwam toch van teugels, die bus? Je hebt toch altijd goede marchandise? Ja, dat weet ik. En het is daarom dat ik ze daar besteld heb. Maar dat kan toch altijd. Het is druk tegenwoordig en zo. Nee, dat kan altijd eens iets verkeerd lopen. Oh, maar allee, waarom heb je dat dan niet eerder gezegd? Oh, maar ja, dan had ik een ander kunnen gaan kopen. Ik heb er niet meer aan gedacht. In een bus met de kerstogen. Dat is van in de tijd van de oorlog. Ja, ze lustert. Als je erover blijft zagen, dan zal ik pannenkoeken pakken. Frankietje, heb je het goed? Pannenkoeken, hè? Jammer. Zou jij misschien nog iets anders willen? Nee? Ah, wel, zou jij niet graag uw cadeauken openmaken? Ja, ziet ze. Voilà. Eerst het cadeauken en dan de pannenkoeken van mama. Ja, dat is goed gedacht. Ja, zo. Willy. Wat dat artikel over de kerstboom betreft, hè? Is dat al af? Nee. Maar ik heb een veel beter idee. De toverhazelaar. Ik kan even niet volgen. Jenny, dat is heel, heel lekker, hè? Ja, maar, het zit zo, hè. Ja, Jenneke, fantastisch, hè? Kijk, de kerstbomen, dat zijn eigenlijk geen streekgebonden boomsoorten. Ik kan nog altijd niet volgen. Ja, maar wacht. Huh? Kijk, de spar en de den, die horen hier niet thuis. Maar de toverhazelaar, dat is een prachtige struik van bij ons. Die is mooi en die staat in bloei in de winter. Een betere kerstboom kun je niet willen, hè? En als je die buiten zet, dat is toch de mooiste kerstversiering die je kunt indenken. Ja, Willy, je zult toch wel blij zijn, zeker, hè? Met zo'n geïnspireerde, gedocumenteerde medewerkster. Ja, het zal gaan, hè, Dre? Nee, maar deze keer bedoel ik het serieus, hoor. Echt waar. En er is nog duidelijk werk aan de winkel. Nee, maar ik wil maar zeggen, weet je, met zo'n Marianne in huis, zult je het vervolg toch niet veel zelf moeten schrijven. Oh, zo'n vaart zal het wel niet lopen, ze drie. Ja, maar ik zie daar toch een goede samenwerking in. Ja, natuurlijk. Marianne levert die ideeën. En Willy moet die alleen nog maar opschrijven, ja, natuurlijk. Ja. Op die manier haalt je het maximum uit elkaar. Mm-hmm. Wel, dat zie ik nu zelf helemaal zitten. Ja, dat denk ik. Het probleem is dan, natuurlijk, of Willy de superioriteit van madame zal willen aanvaarden. Ja, maar ja. Dree, houd ermee op. Je ziet toch dat je Willy in verlegenheid brengt. Werner, jij hebt nog niks gegeten. Nee. Heb ik iets anders voor u? Nee, het is goed. Die wil nog iets hebben? Nee. Zeg, dat is al wel een tweede fles, hè? Kun je er nog tegen? Nou, ik kan dat tegen, hè? Tuurlijk kan ik dat tegen. Ja, voor de ene keer begrijp ik dat wel. Pas op, dat is nog maar het begin, hè? Wacht, ik ga horen dat ik mijn kindje niet meer ga zien en ga dat wat meemaken. Werner. Dat is toch waar, hè? Ik heb niks misdaan, hè? Zij heeft een andere gepakt en ik kan mijn kind niet meer zien. Dat vind ik toch wel straf. Ja, maar zover is het nog niet. Oh, nee, ik moet gaan bewijzen dat zij een mislukte moeder is. Begint er maar aan, hè? Dat zij een mislukte echtgenote is. Dat kan ik direct bewijzen. Direct. Ja, maar zij heeft het kind wel uit de vertrouwde omgeving weggehaald. Dat doet een goede moeder ook niet, hè? Dat weet ik wel even en dat heb ik ook tegen die advocaat gezegd. Weet wat hij tegen mij zegt? Maar voor een kind van anderhalf kan dat niet weerhouden worden. Want een kind van anderhalf kan zich nog overal aanpassen. Weet je wat er voor mij kan regelen? Dat ik twee keer per week met Julieke kan bellen. En dat ik één keer per jaar naar Ginder kan gaan of zij naar hier. That's it. Ja, maar het is daarom dat ik vind dat je nog altijd moet proberen van iets te regelen met Valerie. In de minst. Er is geen sprake van. Ja, maar ja, je gaat er veel meer kunnen uithalen. Ik ga niet op mijn knieën zitten, hè, Veronique. Ik ga mijn kindje daar weghalen. Dat is de enige oplossing. Nee, Werner, dat gaat toch niet? Oh nee, gaat jij me tegenhouden misschien? Zeg het maar, ze. Nee. Werner. Dat is de enige oplossing, Eva. Dat ik mijn kind Ginder weghaal. Allee, Werner. Zijn we een beetje rustig? Ik ben rustig. Wat is dat nu? Ik ga terug zitten. Domme. Ja, maar Werner, het is niet dat wij u niet begrijpen. Allee, kom terug. Maar nee, je zult van mij geen last meer hebben, hè. Schoon, zeg. Het was anders. Voilà. Ah, oh, dat is schoon. Bedankt, hè, moe. Ja. Frankietje, zeg dit, dank je, boma. Ja. Ik heb dat zelf gebruikt, hè. En Ilse, wat is dat allemaal? Ze ziet niets. Wat is dat? Ah,
Een trein, van wie heb je die gekregen? Van papa, die dan. Van de papa. Amai. Oh, dat is wat anders dan een muts op een paar sloeven. Dat heb ik vroeger nooit gekregen, zo'n trein. Nooit van zijn leven. Kom, kom hem even ineens zitten. Nee, even wachten, Frankietje. Frankietje, er zijn nog cadeaukjes. Je hebt nog een boma. Een oma, hè? Een oma. Maar ik kan nog even wachten met mijn cadeauken. Allee, hoor. Als je het niet erg vindt. Nee, nee, dat krijgt hij mijn cadeau. Eerst zal ik wacht, hoor. Hopla. Oeh, wat zou dat zijn, Frankietje? Kom eens laten zien. Ja. Kijk eens, wat dat is. Oeh, wat is dat, een fles whisky of zo? Roger. Nee, maar dat is voor op zijn spaarrekening. Voilà. Maar dat is veel te veel. Alle 2500, dat is... Hey, ik heb er niet op gezien. Je zit toch niet zeker in je kop, zeker? Hey. Allee, Frankietje, geef een bompa is een hele dikke kus. Allee, zijn hè. Ah, voilà, ja. Wat heeft dat manneke nu aan geld? Hier, hier. Kom, 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 kom. Doe dat manneke open. Kom, laat eens zien aan de papa. Kom. Ja. Oh, nee. Boy. Laat het zien. Maken, alstublieft. Allee, Frank. Ik had toch gezegd geen Gameboy. Maar vijf, zo'n manneke het er niet al vraagt. Dat is nog veel te klein voor een Gameboy en al dat lawaai hier in huis. Allee. Ja, hij vraagt erom, ik weet dat, maar hij vraagt naar een hond, een kat, naar een goudvis, naar een konijn. Moet je manneke nou toch mee op? Het is toch kerstmis? Ja. Tuurlijk, kom. We gaan... Pak jij je geen boy, dan gaan we de trein in neerzetten. Goed? Allee, kom maar, zo. Jepla. Eerst al de glazen van tafel. Hm? Allee, zet de glazen dus in de keuken. Zet jij ze in de keuken? Ja. In de keuken? Allee, fijn. Wilde ik terug naar Polen. Dat is al een tweede keer, dat is ook raar. Ja, zijn paspoort was niet meer geldig. Hij dacht natuurlijk dat hem automatisch een verblijfsvergunning had. Omdat hij meer getrouwd is, maar ja, dat is dus niet. En ja, ik ga hem terug naar Polen om zijn pas te laten verlengen. Vrijdag vertrekken ze. We zouden de jongen beter gerust laten. Ja. Allee, als er iemand geïntegreerd is, dan is het de Waldek toch wel zeker. Hij spreekt onze taal, hij werkt hier. Waar bemoeien zich toch allemaal mee? Enfin, ze kunnen er toch gewoon een reisje van maken, hè? Dat is toch meegenomen? Ja. Wij gaan ook een reisje maken, hè? Ah, Daar weet ik niks van. Maar fijn, zijn jullie daar toch overeen gekomen? Dan toch niet met mij? Maar, Jenny, je hebt het zelf voorgesteld. Hoe lang is het geleden? Een week? Maar dat is niet waar. Allee, ja. Ja, ik weet het niet meer, hè. Dan zal ik over mijn toren geweest zijn, denk ik. Jij neemt dat toch niet al serieus? Jenny, het is niet omdat ik mezelf niet meer au sérieux neem, dat ik de andere mensen niet meer au sérieux neem, hè? Allee, Jenny, je zou toch blij moeten zijn? Het is toch een verrassing? Het is toch ook een verrassing, André? Maar nu niet meer, natuurlijk, ja. Nee, ik bedoel de bestemming. Allee, het reisdoel. Ah ja, dat. Ja, dat is waar. Ah? Jawel, ja. Daar zou ik eens nog eens kunnen over nadenken, ja. Het is het land of wat, waar wij naartoe kunnen gaan, ja. Voor hem, de reisduif gaat ook eens iets organiseren. Jammer. Laat dat maar aan mij over, hoor. Je zult je ogen wel open trekken, hè. Wel, wat denk je bijvoorbeeld van de Malediven? Ja, dat is daar heel mooi, hè. Ja. Zit je er ook geweest? Ja. Dat is prachtig, hè. Ja, en ik zou dat best nog eens een keer natuurlijk willen gaan. Wanneer vertrekken we? Morgen, als het voor u goed is. Aha. Zeg, het begint niet, hè, de Malediven. Ik bedoel, aha. Als ik zeg aha, bedoel ik aha. Dat is een goed teken. Waar staat dat nu weer op? Ik bedoel alleen maar... Les extrêmes se touchent. Het spijt dat er hier zo geen marentak hangt, zoals in Engeland met kerstmis. Ah. Ja, maar Marie, luister, Marie, het zijn toch alle twee schrijvers, hè? Mensen met fantasie, hè. Ze kunnen zich wel goed inbeelden, denk ik, dat er hier ergens een mistletoe hangt of zo. Oh, wacht je. Allee, Willy, kom aan. Waar wacht u nog? Ja, hij zit niet graag verliever om woorden, maar deze keer wel, hè. Maar is het nu gedaan met dat onnozel gelul? Sorry, Jenny. Ik had dat niet moeten zeggen, sorry. Houd er nu toch eens mee op, in plaats van u zo aan te stellen. De Willy is niet geïnteresseerd in Marianne en daarmee basta. Klein kind.
god. Die heeft prijs. Wat denkt de kerstekindje? Zullen we er maar eens vroeg in kruipen? Ja, hè. Shit. Werner. Werner, hoort je mij? Werner.